Maar het is echt zo.
Door de uitgestorven neushoorn met Dalia's en bewegende autobanden tot leven te wekken, brengen zij boodschap Wilhelmina met thematiek en materiaal samen in een corso maken die uiteindelijk te mooi is om weg te gooien. Iets wat we overigens wel doen, en dat doen we op dinsdag na het corso. Op maandag wordt er nog flink gefeest door alle buurtschappen. En op dinsdag worden de wagens weer afgebroken, ontmanteld. En vele materialen die komen weer gerecycled. Dat mag voor zich spreken. En dames en heren op de tribune, geef een applaus voor het buurtschap Wilhelmina. Voor de Bouwersprijs. En dan zijn we toegekomen aan het slotstuk van deze eerste ronde van de parade. Dus dames en heren, ga nou niet meteen weg. Blijf nog even zitten, want u kunt het geheel zometeen nog een keer aan uw zintuigen laten voorbij komen. In één ronde is het niet allemaal samen te vatten. Dat moet gewoon in twee rondes, dames en heren. Dus blijf zometeen, niet alleen voor uzelf, maar ook voor de buurtschappen die maandenlang keihard hebben gewerkt aan deze wagens.
het is een eer om ze hier door de straat te mogen zien. En het zou heel fijn zijn als u met z'n allen nog even blijft en ze ook de tweede ronde nog voorziet van een OEAO. En een welverdiend applaus. Als laatste in deze ronde van het Corso, de winnaar van 2014, het buurtschap Hazenstraat. Het titel van dit buurtschap dit jaar op de wagen is Crystalia. In huis gaat er nog wel eens een gloeilamp, een halogeenlamp of een TL-buisje.